zomerse tijd in, de kalendertijd, dat het zomer is vandaag. Ja, hallo lieve vrienden, dat ben ik maar weer even. Jullie zien het al, de slingers hangen er al. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede morgen. Het is vandaag alweer maandag 21 juni. En vandaag gaat eigenlijk de zomerse tijd in, de kalendertijd. Dat het zomer is vandaag. Vandaag zomer is geworden, laat ik het zo even betitelen. Maar het lijkt er niet op. Nee, het lijkt wel herfst. Ook is het koud, barbaar koud buiten. Ja, ik ben blij dat het in huis lekker nog behagelijk en warm is. Dan heb je geen lange mouwen nodig in huis, maar buiten heb je weer des te meer nodig. Heb je weer een winterjas nodig. Ja, nou en ik moet dan mijn dunne dingetje er eerst overheen, want nylonvoering, ja dat zweet. Dus ja, en het is hier smerig, vies rot weer. Iedere keer voor regen en dan weer mieze regen en dan weer dit. Niet leuk en een harde wind. Ja, vanochtend vroeg ging mijn hele krul haast, maar iedere keer, dat doe ik, de jongen breekt van mijn pad af. Ja, ik heb er genoeg van. Vooral omdat hij niet fatsoenlijk gesnoeid is, nog steeds niet. Nee, ik baal ervan. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Maar in ieder geval, ik had gehoopt dat het voor mijn verjaardag gedaan zou zijn, maar nee. Maar in ieder geval, ik ga met de hondjes uit, want straks dan komt de nieuwe huishoudelijke zorg weer. En zover ik weet, komt dus die Carolina, weet ik hoe het echt precies uitspreekt. Maar die is zo druk. Daar word je gek van. Maar ja, oké. Ik hoop dat ik ook over kan stappen naar SGD Rijgersdaal. En dat ik daar huishoudelijke zorg van krijg. Want ook bij tijd en wijle versta ik haar niet, die ik nou heb. Want ze komt dus die richting van Brazilië op. En ze spreekt allerlei talen door elkaar. Ja, hou het bij één. Kan ik je verstaan, weet je. Want ze kent ook Nederlands. Al is het een beetje gebroken. Maar dan versta je haar tenminste. En als er andere talen er doorheen gaat ouwen, ja, dan kan ik haar niet meer verstaan. Oh, ik vergeet weer zelfs gewoon wat. En laat ik welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenpoel. Ik begin meteen ook te kletsen over van alles. Maar je maakt niet uit. Kandal, die zit naast mij, dus ik moet weer oppassen om zijn staart. En dat komt ook wel goed. Hé, Kandal. Kandalfie. Hé. En mevrouw. Hé, ja, man. Dus ja, zo. Het is wel een leuke meid, hoor, daar niet van. En ze doet het werk ook wel goed, maar... Ja. Loo, ik versta niet alle talen. Jij misschien wel, maar ik niet. Nee, ik versta maar één taal. Oh nee, niet waar. Mag ik niet liggen. Eigenlijk versta ik er twee en ik kan er eentje heel goed praten en eentje kan ik een beetje en eentje kan ik goed schrijven en de andere kan ik niet goed schrijven of ik moet een vertaler ervan hebben. Ja, en dat is het Fries. Ja, en zeg niet dat het een dialect is, nee, het is een taal, anders zou ook Google geen vertaler ervoor hebben. Een oerzet, hulp, ja. Gewoon oer, O-E-R, Z. Oerzet, dat zet je aan elkaar vast. Dat typ je gewoon in Nederlands in en je zet het om naar het Fries. Voilà. Nou ja, die hebben we dus ook. Nou, en Gronings, die kan ik niet vinden. En de Groninger, die beweert, is ook een taal. Maar als dat een taal zou zijn, dan zou ook Google een vertaler van Groningen hebben. Maar dat kan je nergens vinden. Dus dat is een dialect. Voilà. Dus ja, lieve vrienden. Ik hoop één ding voor jullie. Dat jullie van dit weer kunnen genieten als jullie ook dit weer hebben. Geef mij maar het zonnetje. Dan ben ik in mijn zus.
Maar dit, nee. Houd dat maar buiten de deur. En ik hoef dat niet zozeer, maar ik moet er toch doorheen. Met mijn hondjes. Dus ja, dat gaan we maar doen. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. En ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, hallo lieve vrienden, dat ben ik maar weer even. Jullie zien het al, de slingers hangen er al. Ja, en ik ben nog niet jarig. Nee, nog 2 nachtjes slapen. Mijn liefdalige huishoudelijke zorg, die heeft me ermee geholpen om ze op te hangen. En ik had van de week, afgelopen week, had ik iemand in huis en die is positief getest. Ai, balen. Dus ik heb vanmiddag ook snel even een test gehaald en een zelftest gedaan. Met behulp van Karen en Roderick, die had ik het papier waar alles op staat, hoe je het doen moet. Even een foto van gemaakt en dat doorgestuurd. En gevraagd, help even, want dan doe ik het terwijl jullie het voorlezen, weet je? Nou, ik ben niet ziek. Nee, want de test is goedgekeurd. Ja, die heb ik hier liggen. Dan kunnen jullie het zelf aanschouwen. Kunnen jullie het zelf aanschouwen dat ik dus positief ben, dus niet negatief. Ik, tenminste, hoe zeg je dat nou? Ja, ik weet het niet. Ik ben in ieder geval niet ziek. Ook heb ik hier een doosje. En daar staat het ook allemaal op. Hoe en wat is het? Dus ja, ben je alsnog bang dat je het van iemand krijgt of wat dan ook, kun je gewoon even een zelftest halen. Kost maar 2 nog wat. Dus dat is niet zo duur. Nee toch? Vind ik van niet. Nou ja, en die was het gek doen, daarnet. Ja, die was daarnet dat gek doen. Gek doen. En het gek doen. Boom. 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 Wat moet je met die pootjes? Wat voor dikkie hoor. Zo. Oh. Boobie. Hé? Mijn lief boefie. En daar ligt er nog een en die is zo lief, hè? Daar gaat het wel aardig goed mee, met die dame. Maar ja, moet ook wel, want morgen is het alweer een week geleden dat ze geopereerd is. Dus het moet ook eens een keer weer een beetje goed komen. Hè? Maar ook weet ik van horen en zeggen van iemand, van een vrouw. Die heeft ook, bij haar is het ook weggehaald, omdat zij door een ziekte, ik geloof dat ze kanker kreeg, ik weet het even niet. Maar in ieder geval, ze is al genezen hoor, ze is weer zo gezond dat het is, het is ook niet teruggekomen, niks. Maar in ieder geval, bij haar is het ook weggehaald en ze zegt, het voelt, die woorden gebruiken wij niet. Nee. Zij dus wel, maar ik gebruik het niet. Nee. Liever niet dan wel, laat ik het zo maar zeggen. Maar ze voelt er eigenlijk niet lekker door. Dat heeft al een aantal x weken tot een maanden geduurd voordat ze daar weer bovenop kwam. Van ja, ik ben leeg, dit voelt raar, weet je. Maar ja, dat heeft zo'n hond natuurlijk ook, weet je. Die is het ook kwijt en die is daar ook leeg. En andere hormonen zal ze wel krijgen. Ik weet het niet hoe dat gaat. Ik weet het allemaal niet. Magda? Mijn dweiltje? Dat is mijn dweiltje, gekke Trien. Ja, dat is mijn dweiltje voor natte voeten. Ja, mag je niet pakken. Mijn dweiltje lag op de grond omdat het zo geregend had vandaag. Het is nou eindelijk dan droog. Maar dan wil ze aan mijn dweiltje gaan pakken. Ja, maar hoela. En dat gebeurt mooi niet, jonge dame. Dat ik de dames heb uitgelaten aan het begin van de middag, heb ik weer bij het meerkoetje gekeken. Maar ja, ik zag wel dat snaveltje vonden. Dat is natuurlijk, tenminste, een stukje wit hebben die vogeltjes. En ze zit nog mooi op de nest.
En ja, ze kan mooi door dat vierkantje heen kijken van die waldenschoeien. Dat is zo lief, zo'n leuk gezicht. Maar ze schiet ook aardig op met die waldenschoeien. Maar met die regen kun je ook niet zoveel filmen of wat dan ook. Want ja, je gaat niet buiten in de regen staan te filmen, dat doe je niet. Dan is het ook doorlopen en ten tweede, het was koud. Ik heb ook dus ja, die test gehaald. Nou, ging even heen en terug naar Big Bazaar. Nou, jeetje, ik kwam verkleund thuis. Het lijkt wel erg, dit is niet leuk. Het is vandaag 21 juni. Behoort zomer te zijn. De zon behoort te schijnen. Waar is onze zon? Weg. Nou ja, we gaan het met de snel gaan we de zon zoeken. Doen jullie mee? Ja, geweldig. Maar oké, lieve vrienden, ik ben al langer blij dat ik in ieder geval niet ziek ben. En dat ik gewoon mijn gang kan blijven gaan met wat ik altijd doe. En dat ik lekker van mijn leven genieten en mijn hondjes uitlaten en lekker lopen en op de booster een keer weg. En ja, moet allemaal kunnen toch? Ja, heerlijk hoor. Ik geniet gewoon volop en dat moet kunnen. En of ik nog pijn heb of niet, boeit me niet. Ik ga er lekker van genieten zoals ik dat wil. En als een ander er wat tegen heeft, nou ja, dat is dan hun probleem. En dan maken ze hun probleem van en niet die van mij. Ja. Maar oké, ik ga weer wat anders doen. Ik was daarmee bezig al die filmpjes weer in mappen te zetten. En dan moet ik nog 1, 2, 3, 4, 5 filmpjes bekijken. Welke dag dat is? Ik geloof 1 dag. En dat is zaterdag 19 juni. Moet ik ook nog een naam geven? Ja, zaterdag 19 juni staat het, maar het moet ook een naam hebben, weet je. En dan eens even kijken wat ik daar allemaal doe. Dus ik moet eerst, dat weet ik niet meer, wat vorige week zaterdag, geloof ik. Nee, afgelopen zaterdag. Wat hebben we toen gedaan? Eten gekookt, lekker eten gemaakt, ja. Karin die is maar heel even geweest, dus ja. Ja, weet je, dus Nee, met Karin gaat het trouwens ook allemaal goed. En met de Roderick gaat alles goed. Ik heb ze net nog aan de telefoon gehad om mij te helpen, ja. Dus, die schrokken ook al van, maar hoe komt dat dat je iemand in je huis hebt gehad die het heeft? Ja, hallo, een ongelukje zit in een klein hoekje. Ik wist het ook niet en zij wist het ook niet. Het was een zij die ik toen even had. Dus, maar oké, nee, niet Marianne en ook Mario niet. Iemand die niet op de vlog wil. Iemand die maar sporadisch eens een keertje komt. En die komt niet vaak, maar ze wil ook niet op de film. Komen niks, nee. Dus daar heb ik respect voor. Maar ja, zij had het. Nou ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee. Mag ook geen namen noemen. Nou, dat doe ik toch niet. Nee. Dus ja. Die denkt een zij. Nee, ik kan het niet van maken. Nee. Kijk. Lekkere puin opmaken, nee? Jo, lekkere puin opmaken, ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga er weer even een eindje eraan breien. En ik zeg tot later. Oh ja, smakelijk eten. Dat nog wel even. Bon appetit en een fijne avond en tot later. Doei! Ja, zo lieve vrienden. Ik ben weer eventjes weer voor de camera gekropen om jullie wel terug te wensen. Want ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dus er is een nieuwe dag, maar er is ook een nacht dat ik slapen mag. Ja, net als jullie allemaal. En ook voor mijn meisjes en mijn mannetje die al boven is, Gandalfie. En Rijka komt nog even bij me. Ik ben net met ze uit geweest, ik ben net weer terug. Dus ja, dan gaan we lekker een bedje toe, dat ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van alles en slaap wel en morgen gezond weer op.
Morgen is het weer de dag dat ik naar de kapper mag. Dus ja, en wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Want ik zeg altijd, ga je gang, bekijk het maar. Gebruik je fantasie maar. Nou ja, het waait nogal, dus dan weet je het wel. Alles gaat alle kanten op behalve de goede. Het hoort omhoog te staan allemaal. Wat bovenop zit, maar het wordt ook alweer aardig lang. Ja, dat maakt niet uit. Linda, die doet het morgen wel weer. Ja hoor. Dus ik zou zeggen, geniet. En ik vergeet jullie niet. Voor nu, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond uit je bed zien te komen. En we zien morgen wel weer wat de dag ons brengen mag. Doei.